10 jaar Big Truck en 5 jaar Big Truck Podcast. Iep van der Meer, Wim Brons. En als je ziet wat er in de special paint en tuning straatje staat op de truckshows, dan ja, er wordt heel veel geld nog besteed aan vrachtauto's. Big Truck Podcast. De Big Truck Podcast. Oké, Big Truck nummer 6 is uit. Het is weer tijd om bij te praten met Iep van der Meer, hoofdredacteur van Big Truck Online Magazine. Hoi Iep. Deze keer alleen, hè, vandaag. Ja, hoi Wim. Ja, we doen het even samen deze keer. Onze mate zit, while we speak, in een vliegtuig onderweg naar Spanje voor een nieuwe bestelauto van Renault. En ja, het is druk momenteel met allemaal persreisjes. Ik was zelf vorige week nog in Noorwegen met Scania. Uiteraard elektrisch. In Duitsland met MAN. En binnenkort gaan we nog een keer met MAN naar Oostenrijk. En verder zijn er allemaal persconferenties voor de IAA. En over 2 weken eerst naar Frankfurt voor de VDA. En daarna naar onze vrienden van Schmitz in Vreden, ook in Duitsland. Oké, even wat afkortingen doornemen. IAA is de Internationale Automobielausstellung in Hannover. In Hannover, ja. En ja, dat is zo'n beetje de enige echte internationale bedrijfsautoshow in Europa, zeg maar. De internationale bedrijfsautorij, hè, zoals we die vroeger kenden in Nederland. Ja. Maar dan in Hannover, in Duitsland. En de gigashow, toch? Dat is de belangrijkste show van Europa ook. Dat is een enorme show. Ook voor fabrikanten. Precies, voor truckbouwers, trailerbouwers, allemaal leveranciers van componenten. Je ziet daar de meest rare steentjes van Chinese toeleveranciers van allerlei cilindertjes en ventieltjes. Ja, dat zijn eigenlijk de mooiste steentjes, hè? De frutsels verkocht worden. Dat is heel grappig. De kleine dingen. Ja, precies. Ja. En er zitten een paar heel serieus kijkende Chinezen zitten daar, keurig in kostuumpje. Oké. En wat voor, noemen ze een onderdeel? Wat wordt er dan bijvoorbeeld gemaakt? Een kleine toevoeging aan allerlei elektronica, maar ook ventieltjes. Allemaal dingen die DAF zou kunnen gebruiken om een truck te bouwen. Maar ja, dat proberen ze. Ze hopen het natuurlijk aan een fabrikant te snijden. Precies. Voor de aftermarket, hè, zeg maar. Als het een ding stuk is, dan hebben ze daar alternatieven voor. Ja, ja. En die zijn dan weer goedkoper dan die van meneer Borges uit Duitsland. Juist, precies. Ja. Of een accessoire misschien. Iets wat extra is. En accessoires, maar ook steeds meer software toepassingen, weegsysteempjes en weet ik het wat. Allerlei tracking en tracing toestanden. Alles is handig. Alles. Ja, absoluut. Absoluut. Op een gegeven moment zie je door de boom het bos niet meer. Maar dat is het probleem. Ja, absoluut. Ja. Maar goed, het is een mega show. Dat is pas in september, 17 tot 22 september. En maar ja, alle merken stomen zich klaar nu met alle nieuws voor die beurs. En dat wordt het nieuws voor 2025, zo moet je het een beetje zien. Ja. Wat verwacht je deze keer? Ja, ik verwacht nog veel meer duurzaamheidsnieuws dan de vorige keer. Waterstof en elektrisch. Waterstof, elektrisch en dan waterstof in 2 smaken, zeg maar. Hè. We hebben de fuel cell electric en we hebben de waterstofverbrandingsmotor. Ja. Nou, MN heeft inmiddels de HTGX in productie genomen. Hebben we het over gehad, over. Ja. Hebben we het vorige keer ook over gehad. En ik verwacht dat er meerdere merken zijn die volgen. Volvo heeft aangegeven dat ze er ook mee komen. Ja, oké. In 27, meen ik. Maar eigenlijk kijkt iedereen naar alles. Naar zowel diesel als waterstof in alle verschillende vormen. Ja. Maar ook naar bio-LNG, alternatieve brandstof in de vorm van HVO. Een beetje een petrolhead slaat denk ik het meeste, qua gevoelsmatig het meeste aan op de waterstofverbrandingsmotor, lijkt me. Hè? Want ja, dat ligt er het dichtst bij, toch? Ja, qua gevoel is dat hetzelfde. Het is nog steeds een motortje met 6 cilindertjes die allemaal om beurten een plofje geven. Ja, dat komt het dichtst bij waar we nu mee rijden. Hoe zit het eigenlijk qua geluid? Het geluid is iets anders. Het is een beetje als een gasmotor. Het zijn ook motortjes. Het zijn omgebouwde diesels, maar dan met bougies. Want het is natuurlijk geen zelfontbrander zoals een diesel. Nee. Maar qua gevoel komt het dichtst bij een diesel. Ja, precies. Ja. En ja, het heeft grote voordelen natuurlijk. Hè? Als je maar voldoende tanks achter je cabine zet, dan kun je daar, Mercedes heeft laten zien, tot 1000 kilometer mee rijden op één tankbeurt. Ja. En er zijn nog niet heel veel tankstations, maar als je er één vindt, ja, dan kun je weer 1000 kilometer rijden. Ja. Dus, dat lost een heleboel praktische problemen op. Ja, precies. Maar goed, dat is maar een onderdeel van wat er zal staan op die IAA. Er lekt toch wel wat uit al van wat er eventueel komt? Wat ik al zei, de meeste merken die houden al, die laten ons al van tevoren kennis maken met het nieuws wat ze daar presenteren. Ja. Om het publiek te enthousiasmeren om dat zelf live te komen bekijken. Uiteraard. Er zijn ook altijd merken die ons daar ter plekke nog verrassen met
nieuws wat niet aangekondigd is. Dat kan ook natuurlijk. Ja, ja. Dat is ook een filosofie. Ja. Om daar ter plekke iets neer te zetten met een kleedje erover. Even overbluffen nog een keer. Ja, precies. DAF heeft dat een aantal keren gedaan. Ja, ja, ja. En dan wisten we dat er wat kwam, maar we wisten niet wat. En dan is er een grote persconferentie op de stand en dan trekken ze het gordijn eraf. En dan staat er ineens een nieuw model. Ja, ja. En viel dan mee of tegen? Ja, dat is toch altijd een grote verrassing. Ja. Bij DAF viel dat altijd mee. Ja. Maar goed, dat verwacht ik van DAF zeker niet deze keer. Want ja, die hebben eigenlijk een heel nieuw gamma. Ja, ja, precies. En ook van de andere merken verwacht ik niet echt heel groot nieuws. Ja. Variaties op huidige modellen, denk ik dan. Ja, de achterliggende gedachte is dat ze auto's willen verkopen. Ja. Dus ja, alle fleet owners die trekken naar Hannover om daar... zich te laten informeren over de nieuwste modellen en over de mogelijkheden. Ja, ja. Okay, maar ja, goed, dat noem je fleet owners. Dat is niet per definitie een eigen rijder. Dat is ook een fleet owner, maar dan met een hele kleine fleet. Ja. Oké. Okay. Maar die, zie je, die gaan er ook wel naartoe. Gewoon ja, natuurlijk. Uit belangstelling of uit... Ja, maar er komen ook heel veel chauffeurs en er komen ook heel veel liefhebbers van vrachtauto's. Juist. En, dus het is echt een beurs voor iedereen. Absoluut. En alle merken proberen daar ook wervend bezig te zijn. Want ja, ze hebben ook... ingenieurs nodig, maar ook monteurs, transportbedrijven hebben chauffeurs nodig. Dus opleidingsinstituten zul je daar ook vinden. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja. En, ja, het is wel een hele brede beurs. Ja, als je er niet bent geweest, dan... Dan heb je wat gemist. Juist. Ja. Ja, nee, helder. Ja. Nou, benieuwd. De pre-persconferenties zijn eigenlijk aan de gang, want die beurs is pas in september, toch? Ja, precies. Maar goed, het is als je nu een pre-persconferentie houdt, dan heb je dus over een maandje, over twee maandjes, heb je dat in de geschreven pers. En dat past dan in het voortraject na die... Ja, 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 okay. Ja. Maar zo zijn er ook nog wat uitnodigingen. We gaan dan met Emma in Oostenrijk gaan we nog rijden met hun waterstof en elektrische trucks en... Ook dat is vol publiciteit naar de beurs toe. Zo moet je dat een beetje zien. Ja, ja. Maar wat gaan zij dan nog overheen zetten, denk je dan, op die beurs zelf? Dan gaan ze gewoon deze machines presenteren ze daar. Ja, dit is gepresenteerd. We hebben er alleen nog niet zelf aan mogen zitten. En dat is wat we in Oostenrijk wel gaan doen. Ja. Dan gaan we dus echt rijden met die voertuigen. Dan waardoor... Die TGX hebben het over. De HTGX, die waterstoftruck. Ja. En de elektrische M1. Ja. En ja, zo ben ik dus vorige week naar Noorwegen geweest om te rijden met de elektrische Scania's. Juist. Die waren al eerder aangekondigd, maar daar hebben we nu ook voor het eerst aan mogen zitten. En een hele mooie route door Noorwegen mogen rijden. En? Ja, ik ben erg onder de indruk. Ja, het is een Scania. Het ziet eruit als een Scania. Het voelt als een Scania. Alleen ja, het klinkt niet als een Scania. Nee. Want het is elektrisch. Ja. En ja, het is heerlijk stil. Super comfortabel. En voor de chauffeur is dat echt een wereldauto. Ja, ja, ja. Mits je daar het werk voor hebt... Het rondje is maximaal 350 kilometer, zeggen ze in Scania. En daar lijkt het ook heel erg op. Het verbruik tijdens die route, als je dat omrekent naar de accucapaciteit, dan kom je op 468 kilometer. 368 kilometer, sorry. Dus dat is heel dicht bij de claim. Dat is zelfs meer dan de claim die Scania zelf doet. Ja, ja, oké. En daarmee is het een zware distributietruck. Ja. Maar lange afstand transport zie ik voorlopig nog even niet gebeuren. Nee. Met de elektrisch. Nee. Maar voor wie het werken voor heeft, voor wie het past in zijn dagelijkse rondje, is het echt een heerlijke auto. Ja. Prijzen? Ja, daar wordt tegenover ons niet over gecommuniceerd. Maar reken op 3 tot 4 keer de prijs van een diesel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar goed, dat is toch ook wel interessant. Mercedes bijvoorbeeld, die heeft ons voorgerekend dat zo'n elektrische truck, die is dan wel veel duurder. Maar als je dat een beetje goed voor elkaar hebt met de stroom, maar je kunt zelf goedkoop thuis tanken, opladen, dan ben je binnen 5 jaar ben je ernstig geld aan het verdienen. Oké. Okay. Want je beurten zijn veel goedkoper natuurlijk. Het onderhoud is goedkoper dan een elektrische truck. Ja. Ja, en brandstof. Ja, een litertje diesel kost ook een hoop geld. Ja. En als je dat goed voor elkaar hebt en je kunt... Met je eigen zonnepanelen. Op de zaak voor 15 of 20 cent per kilowatt laden. Ja. Ja, dan schiet de balans heel snel de goede kant op. Juist. Doe je het onderweg bij de Fastnet bijvoorbeeld, ja, dan kom je niet uit, want dan kost een kilowattje 80 cent. Ja, ja, dan wordt het al gauw te duur. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat er steeds meer opdrachtgevers, nou, dat hebben we al vaker over gehad volgens mij, dat er duurzaamheidseisen gesteld worden. Hè. Het heeft nou de CSRD, de Europese CSRD-wet, hè, de Corporate Sustainability and Reporting Directive. Ja, ja. Het is een soort keten aan het worden. Hè? De opdrachtgever die wil weten wat zijn CO2-uitstoot is. En daar doet hij navraag naar bij de... Bij zijn leveranciers en vervoerders. Ja, precies. Ja, en dat is ook een van de redenen van de schaalvergroting. Want als kleine onderneming heb je daar niet
de mogelijkheden voor om dat allemaal uit te rekenen. Terwijl als je groter bent, dan heb je in je kantoren zet je een aantal energiespecialisten neer die dat allemaal tot achter de komma bij kunnen houden. Die rapportages kunnen uitvoeren naar de klanten toe. Ja, precies. En ja, dat ja, maar is... kijk, als ik nou, ik maak podcast, dat is wat anders. Ja. Ik doe radio dingen. Maar ik kan me best voorstellen, de opdrachtgever van mij straks zegt, ja, hoeveel CO2 stoot je eigenlijk uit? Dan moet ik dat misschien uit gaan zoeken. Ja. Ik heb zonnepanelen. Ik werk veel op afstand via internet. Ja. Nou, dat is niet zo CO2. Dat is goed voor de CO2, zou je zeggen. Want dan staat ik ook mijn dieselbusje niet te starten. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja, maar een wat moderner dieselbusje zou misschien helpen, Wim. Ja, een ID-busje bedoel je. ID-bus. Dat is geen dieselbus, hè, maar ja. Nee, maar hiermee is dit... Het is een hip statement, hè, dat busje. Het is een hip statement. Hè. Ja, absoluut. Je ziet ze gewoon, hè, overal. Absoluut. Het is een hip statement. Ja, ja, het, is ja, een soort, het wordt een beetje een Mini Cooper, heb ik het idee. Nou, er zijn er clubs van, hè. Echt waar, ja. Ja, dat T4 Forever. Ja, maar dat is gewoon de dieselversie nog. Ja, absoluut. Ja. Oh, je bedoelt de ID bus? Ja, als je daar nou in rijdt, dan ben je blikvanger. Ja, dat is een leuk ding. Ja. Ja. Maar hiermee zie je dat die hele duurzaamheid, ja, dat jaagt ook de... Een vergroting van transportbedrijven aan. Dat is en al die overnames die we nu zien, die hebben daar echt mee te maken. Want dat is voorsorteren hierop verder. Een kwestie van financiering, want die dingen zijn veel duurder. Een kwestie van energiebeleid. Hè. Grote bedrijven hebben grote daken, passen veel zonnepanelen op. Plus die grote jongens zitten net wat anders aan tafel bij Heineken of Albert Heijn dan een klein bedrijfje met 5 auto's. Ja. Dus ja. Gaan we het zeker nog een keer over hebben. Apart de afdeling schaal, of het onderwerp schaalvergroting. Dat is nog wel een puntje bij nog een podcast. Dan kunnen wij dat ding. Over 20 kilometer in deze podcast. We hebben de vrijdagavond een DJ. Dat is een goede vraag. DJ. Wat voor dikke. Nee, die ene hele broer. Ja, DJ, hoe heet die dan weer? Echt een bekende. Ja, Tiësto. Boeri noemen wij hem. Maar dat is... Harry heet hij. Oh ja, Harry de Boer. Ja, nou, je weet het nou. Dus. Ja, is dat zo'n artiestennaam? Boeri, je kent Boeri niet. We kennen allemaal Boeri. Van Spotify naar de horizon. De Big Truck Podcast. Het nieuwe Big Truck Online Magazine. Online Magazine nummer 6. Een stoere Iveco op de cover. Ja, een hele mooie S-Way van Dinteren is ons covermodel deze maand. Ik ging een dagje met Dirk van Dinteren op pad in de Sierbestrating. Een ritje naar particuliere klanten in Nederland en Duitsland. Een hele dikke auto, grote boelbaan erop. Verder hebben we een verhaal over de MAN HTGX. Hebben we het net over gehad en vorige keer ook al. Ja. Maarten van der Westen heeft er uitgebreid aan gesnuffeld en mocht een rondje meerijden. En verder een verhaal met een gelegenheidschauffeur van Nauwens. Dat is ook een leuk verhaal. Die man heeft ergens een hoge positie in de verzekeringswereld. En voor de hobby rijdt hij 1, soms 2 dagen in de week van Nauwens. Oh, dat is wel grappig. Gewoon even zijn hoofd leeg te maken en andere dingen te doen. Hoeveel van mensen zijn er die dat doen? Hoeveel van dat soort chauffeurs zijn er? Ik heb daar geen cijfers bij, maar er zijn er wel meer. Ja, ik ken ook politieagenten die in hun vrije tijd op de truck stappen. Ja. Nou, we zitten nou vandaag, nemen we deze podcast op in de ruimte van in het kantoor van Omroep Friesland. Ik weet dat de administrateur die hier werkte ooit, die heeft een truckrijbewijs gehaald. En in het einde van zijn carrière hier reed hij al 1 of 2 dagen met die truck. Ja. Na zijn pensionering is hij fulltime chauffeur geweest nog. Ja. Ik denk wel 8 jaar. Nou, we hebben iedereen nodig. En transportbedrijven realiseren zich ook dat niet iedereen wil meer 6 dagen in de week, 70 uur per week werken. Nee. Dus er zijn steeds meer chauffeurs die 3 of 4 dagen werken. Ja, die auto moet ook die andere 2 dagen rijden. Dus dan zijn pensionado's, maar ook dit soort gelegenheidschauffeurs, die zijn bij heel veel bedrijven welkom. Ja, precies. Ja. Ja. Maar grappig, maar leuk. Ja. En dan het neusje van de zalm, laten we het zo even noemen. Ja, het is een Noors neusje. Dus het neusje van de zalm mag je maar noemen. Ja, oké. Ja. Dat is een conversie voor Scania. Die is gemaakt door Toeft. In de familie Toeft in Noorwegen. En ja, dat ziet er gewoon heel erg goed uit. En het succes is zodanig dat zij zitten al helemaal vol met orders. Ja. En inmiddels worden die apparaten ook bij FKM in Rijnsburg gebouwd. Oké. Die worden gecoacht door de mannen van Toef. Die waren er ook toen ik ze bezocht om de fijne kneepjes te leren. Ja, je bent in Rijnsburg geweest. Ja. En... Maar die Nooren hebben inmiddels 20 orders in de boeken. FKM heeft inmiddels 27 orders in de boeken.
Oh ja, oh ja. Dus ja, dat slaat wel aan. En ik moet zeggen, ik vind het een erg mooi neusje. Het lijkt een beetje op de beroemde Scania 3-serie torpedo. Ja, ja. Het is wat subtieler. De cabine staat wat lager. Het is, ja, ik vind het wat harmonieuzer dan de bekende Hollandse neuzen van Vlastuin. Ja, ja. Maar dat was ook wel mooi. Die reportage was ook hartstikke mooi, hè? Ook dat is een super stoere auto. Ja. En ik denk dat er voor alle twee ruimtes op de markt. Ja, zeker. Die reportage, is zoiets veel gelezen? Dat leek me een populair onderwerp. Ja, dat is weer het best bekeken filmpje uit de vorige editie. Ja, 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 precies. Ja, 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 ja. Ja. Sowieso, dat Max Scania heeft natuurlijk veel fans. En ja, als er dan ook nog een neus aan zit, dan is het helemaal ja, precies. Maar ja. Hartstikke mooi. Nou ja, maar ja, goed. Ja, dat is, het kost wel geld natuurlijk, zo'n neusje. Dat kun je wel zeggen. Ja. Ik ga hier geen bedragen noemen, maar dat zijn bedragen waar je toch een beetje van achterover slaat. Dat wel. En dat wie wil dat dan? Ja, dat verdien je niet echt terug. En dit zijn echt, het is een ID-bus, maar dan een statement, bedoel ik. Dat bedoel ik het mee. Is een statement. Ja. Nou, ID-bus kun je nog eens een keer uitleggen aan de boekhouder. Dit wat moeilijker. Maar dit zijn wel vaak auto's voor een bedrijf wat een jubileum heeft. Of een hele speciale chauffeur. Of de baas zelf rijdt hem mee. Het is nou ja, dat is een reclame of een statement, ja. Ja, absoluut. Ja. En die markt is te klein voor de truckbouwers in Europa om zo'n ding te ontwikkelen. Voor dit soort jongens, voor dit soort bedrijven. Als aftermarket dit. Vlastuin, Toeft, FKM. Ja. Ja, is het een hele mooie niche. Ik bedoel, Vlastuin die is nu met nummer 80 bezig, geloof ik al. Ja, ja. Nou, dit nieuwe concept, er zijn er dus ook al 57 van, ze zijn er al verkocht. Ja, ja. Dus 47. Dus ja, er is echt wel markt voor. Ja. En als je ziet wat er in de special paint en tuning straatje staat op de truckshows, dan ja, er wordt heel veel geld nog besteed aan vrachtauto's. Ja, ja. En eigenlijk is dat gek. Het is natuurlijk een werktuig. Hè? Het is niet anders dan een heftruck. Ja, maar ja, zo denken ze bij Waberers. Misschien. Nee, precies. En bij wat kleinere en leukere bedrijven. Ja. En bedrijven die zich willen onderscheiden, ja, die stoppen daar echt heel veel centjes in. Ja, ja. Ja. Leuk dat er is, überhaupt ook. Absoluut. Beetje smaak. Nou ja, dat is voor onze media natuurlijk ook. Dat zijn de auto's die onze lezers willen zien. Natuurlijk. Ja. Verder was je elektrisch onderweg met Van Wieren en met een Renault truck. En er is een verhaal over Ford trucks. Ja, dat klopt. Nou, eerst die Van Wieren, een elektrische Volvo FH. En ja, elektrisch, ja, dat is voor distributie zou je denken. Nou, Van Wieren die zet hem in met een zware dieplader. Dat blijkt ook te kunnen. Dat is ook weer zo'n verhaal. Ja, de klant wil het heel graag. En ja, Van Wieren wil die klant heel graag houden. Dus ja, dan ga je dat op die manier proberen. Ja, ja. En dat is echt proberen, want het is echt pionieren wat de jongens doen. Maar het werkt. Juist. En die Renault, dat is weer meer een distributieauto. Dasco rijdt er inmiddels mee. Dat is de Renault Trucks E-Tech T, zoals ze hem zo mooi compact hebben genoemd bij Renault. Ja, een hele fijne Renault distributietruck. Elektrisch, met de techniek van Volvo erin eigenlijk. Ja, prima ding om de supermarkt bij vol te rijden. En dan, Ford. We zien heel Europa al een jaar of vijf met Fords rijden. En, geen dealers? Nou, in de rest van Europa wel. Nederland heeft heel lang geduurd. Maar inmiddels hebben ze een netwerk opgebouwd. Ze hebben nu een stuk of 10 dealers, geloof ik. De importeur zit in Kesteren. En we hebben de officiële launch van Ford Trucks meegemaakt in Lelystad. En ik ben heel benieuwd wat dat weer gaat brengen. Want het is leuk om er een serieuze nieuwe speler bij te hebben. Ja. Aan die auto ligt het niet. En dat is echt wel een fijn ding. Ik heb hem onlangs met Maarten heb ik een rijimpressie gemaakt. Ja, ja. En ik was vooral heel benieuwd naar die eigen versnellingbak van Ford. Ja. Ze hebben een eigen automatische 16 bak gebouwd. Want voorheen werkten ze met de Traxon. Ja, ik ben wel onder de indruk. Ik had afhankelijk iets van, nou, dat zijn grote schoenen om te vullen. Want ZF is toch wel een gerenommeerde bakkenbouwer. Ja, ja. Maar het doet het gewoon goed. Het trekt goed. Het voelt allemaal stabiel en stevig. Oké. En ja, het is misschien geen premium truck zoals een Mercedes of een Scania. Nee. Maar goed, in de personenauto's heb je ook verschillende klassen. Ja, je kunt een hele dure BMW kopen. Je kunt met een Dacia in principe hetzelfde. Zeker. En dat zie je dus ook terug in de prijs. Ja. Dus ik denk echt dat er ruimte is voor Ford trucks op de Nederlandse markt. Is dat een reportage in het nieuwe Big Truck Online magazine? Met uiteraard een prachtig filmpje. Ja, wel duidelijk. Nou, genoeg te lezen dus in het Big Truck Online magazine. Maar ook het festivalseizoen is los. Nou, dat staat op het punt van losbarsten in elk geval.
In mijn woonplaats Bedaard, vlakbij Dokkum, maken we ons weer op voor... Ja, we maken ons echt op, hoor. Voor een weekend vol luchthoorngeluiden. Dat is het truckfestival van Bedaard op 14 en 15 juni. Aan de telefoon, organisator, drijvende kracht achter dit evenement. Auke Spieksma. Dag, Auke. Dag, goedag, heer. Hey, Auke. Ja. Dag, heer. Druk met de voorbereidingen? Ja, zeker. Ja, dat is de laatste loodjes, hè? Ja. Maar het gaat prima, dus het gaat hartstikke goed. Ja, even voor mensen die het niet goed kennen, het is het echt een beetje een bijna familie-truckfestival, hè? Gezellig qua gezelligheid. Ja, in principe wel. Meer dan de helft bestaat uit familie, het bestuur, dus. Ja, ook het bestuur. Zo. Ja, het bestuur ook, ja. Okay. Ja, maar ook in de bezoekers ook, bedoel ik. Ja, nou ja, maar ja, ze komen langzamerhand verder weg. Hè? Ja, Assen en Noord-Holland, en ja, er komen verschillende vandaan. Ja, maar wat me wel opvalt, ook met vrouwen, kinderen en... zo bedoel je, ja. Het is echt een dagje uit voor de hele familie. Luchtkastelen en ijskookraampjes noem maar op. Ja, alles is er. Okay. Hoeveel auto's verwacht je? We verwachten 300 auto's. 300 auto's. En die gaan ook allemaal een rondje toeterend door de provincie rijden? Dat proberen we wel. Dat lukt wel. Maar meer kunnen we ook niet hebben, want dan lukt die rondrit niet meer. Nee, want zo, het is via van Bedaard naar Holwert, via Dokkum en dan weer naar Bedaard. Dat staat vol, met 300 trucks, zeker? Nou, het staat dat en weet ik het hoeveel, Leeuwarden en Holbert, tot aan die weg staat het wel vol. Dan staan de laatste nog op het weiland. Maar dat krijg je allemaal nog voor elkaar met de lokale overheden? Ja, gelukkig wel. Nou, en we hebben goede verkeersregelaars op motors. Dat is een beetje reclame. Dat is Grievers uit Bejouren vandaan. Nee, het is Scharsterbrug. Scharsterbrug, oké. Juist. Maar wat verder hangt het van vrijwilligers aan elkaar, volgens mij, het hele feest. Ja, het is allemaal vrijwilligers. Ja, en veel. En goeie. Okay. Ja, en familie. Ja. En buren. heb je een website of zo? Ja, zeker. Ja. En wat is dat? Dat is truckfestivalbedaard.nl. Truckfestivalbedaard.nl voor meer informatie. Ja, maar Facebook, Auke Spieksma, dat werkt nog beter volgens mij, hè, bijna. Ja, daar staat... Alle laatste nieuwtjes komen daarop voorbij. Facebook van mij en Facebook ook van Truckfestival Bedaard. Ja, maar volgens mij ook. Heb jij nooit door op welke account je zit te posten. Nee, maar dat hoeft ook niet. Zodat de bezoekers het maar weten. Verder maakt het mij niet zoveel uit. En dan moet ook eens een foutje in staan. Dan reageren ze. Dan hebben ze het gelezen. Ja. Maar goed, voor inschrijvingen zit je vol dus, begrijp ik? Met je 300 auto's? Ja. Sponsoren is altijd nog welkom natuurlijk. Speciale trucks. Ja. En dat is ook altijd nog welkom. Maar deelname echt aan het konvooi, dat lukt niet meer. Nee, oké, dat gaat niet meer lukken. Maar voor bezoekers, die vinden daar al informatie. En wat voor sponsors? Heb je alle truckboeren uit de provincie weer geronseld? Ja, alle dealers komen. Nou, op één. Nou, ik zal me niet zeggen wie. Maar die komen dus wel met een aantal wagens. Ik hoop ook met enkele elektrische voertuigen. Maar ja, dat weet ik niet. Dat is voor ons ook een verrassing. Ja. En nog special effects of special attracties? Volgens mij konden we op, ik heb een keer op ponies. Kon je rijden, ponietjes? Elektrische ponies? Ja, was nee, weer? Ja, nee, die zijn overleden. Die hebben we nou niet. We hebben wel een truck simulator. En dan kun je in verschillende steden en landen kun je een stukje rijden. Ja. Nou, diverse mogelijkheden om op een telescoopkraan even te draaien. Ook altijd leuk. En de Responsible Young Drivers, die jongens, die komen weer met een simulator van rijden onder invloed van alcohol en drugs. Ook altijd leuk, chauffeursvereniging komt met de DAF, hoop ik, maar dat weet ik dus niet. Ja, met die instructietrailer. Ja, dat verhaal, ja. En hebben jullie een helikopter dit jaar of niet? Nee, dit jaar niet. Dat doen we niet elke 2 jaar, maar dat moet wel leuk blijven natuurlijk. En entertainment, welke zanger geeft de acte de présence? Vrijdagavond een DJ, dat is... Ja, goede vraag. DJ. Nee, die ene hele beroemde. Ja. Hoe heet hij dan weer? Echt een bekende. Ja, die ene. Tiesto. Ja. Boeri noemen wij hem, maar dat is Harry heet hij. Oh ja, Harry de Boer. Ja, nou, je weet het wel. Dus. Ja,
Is dat zijn artiestennaam? Ja, Boeri Boeri. Ja, Boeri Boeri. Je kent Boeri Boeri niet. Kan allemaal Boeri Boeri. En er is ook een en er wordt ook weer een podcast opgenomen. Maar ja, dat is dan voor de Friestalige luisteraars. Ja, dat is de bedoeling, hè? Ja. Ja. Ja, nou, er staat al eentje op met lokale garagehouders in Bedaard. Dat gaat dan niet specifiek over trucks, wel over auto's. En over, die is opgenomen. En er komt nog eentje bij, ja. Maar dat is inderdaad voor Friestalige luisteraars, Iep. Dat zeg je goed, ja. Ja, dat is... Dat is Friestalig. Ik kijk er naar uit. Ik ben er zeker bij, Auker. En ik wens je nog heel veel succes met de voorbereidingen voor je truckfestival Bedaard. Ja, dankjewel. En we zien jullie. Dankjewel, man. Dankjewel. Hoi, hoi. Yep. Dag. Hey, Auker. Dat was hem weer. Iep, dank. Tot de volgende keer. Yes, zeker. Luisteraar, jij bedankt. Hartstikke bedankt. Hou hem tussen de lijntjes met de gepoetste kant boven. Was het toch? De glimmende kant, ja. Oké. Ciao. Ciao. De Big Truck Podcast. Handen aan het stuur, ogen op de weg, Spotify op het dashboard en stay tuned. Volg ons gratis op alle podcastkanalen en op YouTube.